Hallo Den Helder. In april word ik voor het eerst vader van een dochter. En dat is heel erg leuk, maar het is vooral ook heel erg spannend. En de laatste maanden, en ik denk net zoals veel aankomende ouders, denk ik heel veel na over mijn eigen opvoeding en mijn eigen ouders. En hoe mijn eigen ouders het ouderschap hebben ingevuld. Wat ze belangrijk vonden en wat ze me wilden meegeven. Emotioneel, intellectueel, financieel. Met die gedachtes in mijn achterhoofd wil ik het vandaag met jullie hebben over de toekomst van werk. En op een hele intieme manier daarmee verweven. De veranderende rol van familie, erfenis en nalatenschap in onze samenleving. Wat wil ik mijn dochter later meegeven of nalaten? Dat is de vraag die ik hier vanavond met jullie wil bespreken. En het korte antwoord daarop luidt zo min mogelijk. Maar voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk wat handen zien zometeen. Want sommigen onder jullie hebben ouders gehad die een droom hadden en eigenlijk die graag wilden dat jullie een bepaald beroep zouden uitoefenen. Wie van jullie heeft ouders gehad die een droom hadden voor jullie, die graag wilden dat jullie in hun voetsporen zouden treden of hen zouden overtreffen? Oh ja, ik zie hier en daar wat handen. Mijn vader wilde graag dat ik ingenieur ging worden, net als hij zelf. Een hele andere vraag. Wie van de ouders onder jullie denkt zijn kroost praktische vaardigheden te kunnen meegeven die later van nut kunnen zijn op de arbeidsmarkt? Een heleboel meer handen. Uiteindelijk ben ik geen ingenieur geworden zoals mijn vader graag had gewild, maar ben ik geschiedenis gaan studeren. Iets waarin ik als kind af aan al heel erg in was geïnteresseerd. En de laatste jaren vul ik mijn fascinatie voor het verleden aan met een fascinatie voor de toekomst. Hoe kunnen we op een zinnige en productieve manier nadenken over dat wat komen gaat? En dat is, of in onze futurologiepraktijk, om die vraag te beantwoorden, kijken wij in onze futurologiepraktijk zowel terug in de tijd als vooruit in de tijd. En dat is eigenlijk helemaal geen gekke combinatie, want zoals de beroemde science fiction schrijver William Gibson al een keer mooi opmerkte, zowel geschiedenis als futurologie zijn eigenlijk speculatieve disciplines. Uiteraard is futurologie wat minder speculatief dan geschiedenis, maar beide zeggen eigenlijk vooral iets over het hier en nu. En wij definiëren futurologie dan ook als de kunst van het jezelf positioneren in het heden. Dus door te kijken naar morgen leren we over vandaag. Door na te denken over morgen inspireren wij ook ons handelen vandaag. Futurologie kan zich uiteraard in tegenstelling tot de geschiedenis niet baseren op geschreven bronnen of gevonden artefacten. En daarom wil ik jullie vandaag meenemen in een speculatief scenario. Ik wil jullie meenemen in een sequentie mogelijke toekomstige anekdotes die ons hopelijk iets gaan vertellen over de toekomst van werk en hoe wij nadenken over familie. Dat gezegd wil ik jullie graag voorstellen aan Rania van Oorschot. Rania van Oorschot is alweer de 5e vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. En op het moment dat dit verhaal begint, staat ze net op punt dit houten ouderwets uitziende kratje te beklimmen. Want het is het jaar 2038 en de dag is 17 juli. Het is mooi en aangenaam weer en tegen het blauw van de hemel vliegen hier en daar wat bezorgdrones langs. Op de achtergrond van Rania is Ruigeoord te zien, het oude dorp in het oude havengebied van Amsterdam. Terwijl Rania nog eventjes haar aantekeningen nakijkt, want ze moet zo een speech geven, praten de andere aanwezigen heel geanimeerd met een op een mens gelijkende robot. Een zogenaamde autonome decentrale entiteit.
De robot heeft 4 armen en in een van zijn handen houdt hij een schaar vast en in zijn andere, met zijn andere 3 handen schudt hij elegant de handen van de aanwezige notabelen. Rania kijkt er een beetje meewarrig naar en denkt, laat ik maar eens beginnen. Dames en heren, decentrale autonome entiteit. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Het tijdperk van een alsmaar groeiende wereldhandel ligt achter ons. De zeehaven heeft haar langste tijd gehad. Niet alleen in Amsterdam, maar wereldwijd. Zelfs in Rotterdam. Tegenwoordig produceren robots goedkoper dan de goedkoopste arbeider in een lage lonenland. Lonen het vroeger om de productie te verplaatsen naar lage lonenlanden, plekken met weinig milieuwetgeving. Tegenwoordig loont het weer om de productie van goederen weer dicht bij de consument te plaatsen. Want niet alleen zijn de goederen zo sneller bij de consument, op deze manier kan er ook sneller gerecycled worden. De stad is geworden tot een onuitputtelijke mijn van grondstoffen. En wij van de gemeente Amsterdam zetten 100% in op een volledig duurzame economie. De cybernetische transport- en productierevolutie is wat ons betreft dan ook een eerste stap naar een volledig geautomatiseerd cradle-to-cradle-economie. Een economie zonder ontginning en zonder verspilling. En nu wil ik graag de vloer geven aan Hendrik Jan de Robot, die met het doorknippen van dit lint de eerste autonome economische zone van Europa gaat openen. De autonome economische zone Westpoort. Wat we uit het verhaal van Rania misschien kunnen meenemen, als we haar op haar woord moeten geloven, dan is in het jaar 2038 de mens de minst productieve factor geworden in het productielandschap of in het productieproces. Westpoort, het oude havengebied van Amsterdam, is verworden tot een autonoom cybernetisch productielandschap. Een plek zonder menselijk werk. En mochten jullie nou denken, ach, zo'n vaart zal het wel niet lopen, dan wil ik jullie graag voorstellen aan de Grey 2. Deze gaaf uitziende machine, ongeveer de grootte van een flinke kamer, was tussen 83 en 85 de snelste supercomputer ter wereld. Hij was echt razendsnel en hij kostte dan ook maar liefst $15 miljoen per stuk. Hij was zijn tijd ver vooruit, maar hij was niet zo krachtig als deze machine. Deze computer is 2 keer zo krachtig als de Cray 2 en kost maar een paar $100. En jullie kunnen je misschien voorstellen wat nog eens 2 decennia aan ontwikkeling en innovatie in de ICT kunnen betekenen voor hoe wij nadenken over werk. Want hoe sneller een computer wordt, hoe beter een computer kan waarnemen. En hoe sneller een computer wordt, hoe beter een robot kan bewegen. En hoe beter een robot kan bewegen en waarnemen, hoe meer banen die van ons over kan nemen. Het is ook niet voor niks dat van de 10 rijkste mensen op aarde, 5 van die 10 rijk zijn geworden met computers. We gaan weer even terug naar de toekomst. Het is nu 5 jaar later, het is 2043 en opnieuw staan we oog in oog met Rania van Oorschot. Na 8 jaar burgemeesterschap van Amsterdam is ze nu de minister van Werkgelegenheid in het tweede kabinet Thieme. De grand old lady van de Nederlandse politiek. Ik ben meteen mijn draad kwijt aan jullie. Opnieuw staat ze op het punt om een persconferentie te geven. En in haar hoofd is het de belangrijkste persconferentie van haar leven, want ze gaat de belangrijkste wetgeving van de eeuw aankondigen. Lieve Nederlanders, trots kan ik jullie vandaag mededelen dat vanmorgen op 2 mei 2043 ons parlement de wet universeel basisinkomen en erfbelasting heeft aangenomen. Zoals jullie weten heeft de ontwikkeling van zelflerende algoritmes en geavanceerde robotica de arbeidsmarkt volkomen op zijn kop gezet. De middenklasse is flink gekrompen
En arbeid in vaste loondienst is zeldzaam geworden. En dit is, zoals jullie weten, een directe bedreiging van onze democratie. Dat zonder een grote middenklasse eigenlijk niet kan voortbestaan. Onze fabrieken produceren meer dan ooit, maar steeds minder mensen kunnen zich deze producten veroorloven. De onmiddellijke invoering van een 100% erfenisbelasting zorgt ervoor dat alle rijkdom, alle toegevoegde waarde, terugvloeit naar de samenleving. Het universeel basisinkomen zorgt er vervolgens voor dat deze rijkdom, deze toegevoegde waarde, weer wordt gedistribueerd onder alle volwassen leden van de samenleving. Kortom, de wetgeving die vanmorgen door het parlement is ingevoerd, zorgt ervoor dat onze robots, onze drones en onze computers werken aan overvloed en niet aan schaarste. Opnieuw, zoals we deze anekdote hebben kunnen leren, is in 2043 de middenklasse volkomen vervangen door robots en slimme algoritmes. En dit is vanuit ons perspectief helemaal niet zo'n gekke ontwikkeling of een ongeloofwaardige ontwikkeling. Want middenklassebanen zijn extra gevoelig voor de digitale revolutie, voor de effecten daarvan. Digitale banen zijn namelijk, middenklassebanen zijn namelijk redelijk repetitief en werken met vaste datasets. Maar dit is niet alleen maar het verdwijnen van de middenklasse, niet alleen maar een probleem vanuit de politiek. Het is niet alleen een probleem vanuit een werkgelegenheidsperspectief, het is vooral een probleem vanuit de politiek. Want de middenklasse vormt het fundament van de democratische orde, van de democratische rechtsstaat. Zonder middenklasse kan de rechtsstaat eigenlijk niet bestaan. Want het is de middenklasse die het verenigingsleven vormgeeft. En het is de middenklasse die alle belangenverenigingen in ons land vormgeven. En het is de middenklasse die eigenlijk het maatschappelijk middenveld overeind houdt. Het is ook de middenklasse die het meest gebaat is bij een onafhankelijke rechtspraak. We gaan weer even terug naar de toekomst. Rania, diezelfde avond als haar perstoespraak net, gaat aan tafel zitten bij De Wereld Draait Nog Steeds Door. Naast haar zit Matthijs van Nieuwkerk. De stokoude, maar nog steeds vitale presentator. Kijk Matthijs, het ging zo makkelijk vandaag in het parlement omdat de wet universeel basisinkomen en erfbelasting zowel door links als rechts wordt gesteund. En dat is ook logisch. Het gaat namelijk enerzijds om de vrijheid en emancipatie van het individu. En dat is een liberaal thema. En tegelijkertijd gaat het over sociale zekerheid. En dat is weer een heel links thema. Nee, Matthijs, moet je nou even luisteren. Sst. Kijk, Matthijs, wat mooi is, is dat vanaf nu iedereen op gelijke voet begint aan het leven. Met een schone lei, vrijgesteld van economische of ouderlijke ankers. Je kan nog steeds miljardair worden door nieuwere en nog slimmere robots uit te vinden. Graag zelfs. Alleen vervallen deze robots na je leven toe aan de samenleving als geheel. En niet slechts aan je kinderen. Dus hoe rijker jij wordt, hoe rijker de samenleving als geheel wordt. In 1970 schreef Alvin Toffler, een beroemde Amerikaanse futuroloog, die coinde de term future shock. En daarmee verwees hij naar de verwarring en de disoriëntatie die in zijn ogen gepaard gingen met een samenleving zoals de onze, namelijk een samenleving die heel erg geleid wordt door continue technologische innovatie. En hoewel hij dit schreef in 1970, zijn zijn woorden eigenlijk nog steeds heel erg accuraat. Want de laatste trend bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt is dat de werknemer een levenslang moet doorleren. De werknemer is tegenwoordig een eeuwige student geworden. Hij zal nooit meer docent worden of hoogleraar. Sterker nog, hoe ouder de werknemer wordt en hoe meer werkervaring hij heeft, hoe harder hij zal moeten gaan blokken. De docenten van nu zijn de kinderen geworden, want het zijn de twintigers en dertigers in onze samenleving die nieuwe technologieën uitvinden en die nieuwe disruptieve start-ups op de markt brengen. Het zijn vervolgens de veertigers, de vijftigers en zestigers van onze samenleving die zich hier van hun hoedje schrikken
en weer terug naar de schoolbanken moeten. Wat je gisteren hebt geleerd is dus morgen alweer enigszins zinloos geworden. En nu snap ik wel dat we op dit moment niet snel zullen overgaan tot het afschaffen van een materiële nalatenschap, of in Rania's woorden de invoering van een 100% erfbelasting. Maar naarmate de aard van werk verandert, verandert ook de manier waarop we zullen nadenken over het familieleven. Vroeger steunden we op veel meer facetten op de familie dan nu. Vroeger zorgde familie ook voor gezondheidszorg, voor onderwijs, voor werk, voor bescherming. Dat zijn allemaal facetten die nu door de samenleving of door instituties buiten de familiesfeer worden ingevuld. En het individu is daardoor eigenlijk gevrijwaard. Vrij om de eigen levensloop in te vullen. Los van de bagage van de familie. En de familie daarentegen is ook gevrijwaard. Vrij om zich eigenlijk te focussen op wat de familie het beste kan. En dat is namelijk het ontwikkelen en onderhouden van gezonde emotionele banden. En dat is misschien eigenlijk helemaal niet zo gek, want misschien waren al die materiële taken die de familie ook op zich had, zaten misschien wel in de weg van die ene taak, namelijk het leren liefhebben. Dus terug naar mijn aanstaande vaderschap. Ik hoop oprecht dat mijn dochter niet mijn geld nodig heeft om zich een weg te kunnen banen in een oneerlijke en ongelijke wereld. Ik hoop dat ze, ongeacht wat ik haar meegeef, zichzelf een leven kan vormgeven. Dank u wel.